luisteraars, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. En we zijn er dus op deze vrijdag van 24 februari 2023. Ik ben Carlos Lindveld en ik doe dus de presentatie voor deze vrijdag. Aurelio Stewart is dan de technicus voor vandaag. Dus als u misschien vreemde dingen hoort, de anomie, daarna Masra Stewart hier, die zorgt voor de techniek. Wat doen wij vandaag? We hebben dus ook bij de vooraankondiging aangegeven dat we dus vandaag hier zullen hebben de heer Percy de Baas. Hij is U17 bondscoach van de nationale voetbalselectie, U17 van de SVB. Zij zijn dus uitgekomen in CONCACAF-verband, U17, ook met diaspora-spelers. En het resultaat was niet denderend. Het was zeer teleurstellend voor voetbalminnend publiek. En wij zullen dus vandaag dan, we hebben hem uitgenodigd om vandaag hier te zijn. Maar hij is er nog niet. Kennelijk is hij onderweg. Dan wachten we op de heer De Baas. Wat hebben we nog meer? We beginnen de dag met eigenlijk wat minder prettig nieuws uit het Caribisch gebied. En dat heeft te maken met een aardbeving dat niet ver van huis is. Heeft het Caribisch gebied getroffen met een magnitude van 4,5 op de schaal van Richter. En dat is dus daarnet ook nog bevestigd. Getroffen landen zijn de Britse Maagdeneilanden. Verder ook nog Sint Maarten, dat is dus dat Frans gedeelte. We hebben dan ook nog Britse Nederlands. De Britse Nederlands Antillen is dat. Verder ook nog Anguilla, Bermuda en Anguilla. En dat is dus omstreeks 4 uur lokale tijd. Dus 4 uur in de ochtend heeft dan deze aardbeving het Caribisch gebied dan getroffen. Anguilla wordt hier aangegeven. En ook nog British Virgin Island en US Virgin Island. En dat is dus dat epicentrum. We zullen dus later op de dag nog meer vernemen. En we zullen het dus kenbaar maken aan u. Want we hebben ook tot boemvoersernamang etang naar Sint Maarten. En dan als dat is zo dat je zat ik aan telefoon nu. Teka di konkrute da Isabel ook toe gaan naar de lobbywang ook toe voor accident samsa drapen en dan af de meking. Ja, het gebeurt al nu, want ik zie Stewart al gelijk zijn telefoon pakken om te kijken wat er dus allemaal misschien gebeurt. Dat andere is, dat is dan ook actueel. Vandaag is vrijdag en een week terug was Suriname echt een rep en roer. 17 februari 2023, een dag dat we niet meer zullen vergeten. Een dag waarbij dan heeft de heer Steven Rijmen dat gisteren ook gezegd van het is niet Surinaams wat er allemaal is gebeurd. Wel, vandaag zijn er wederom protesten aangekondigd. En dan halen we dit van waterkant.net. Vandaag zal er vanaf 1 uur 's middags bij het kantongebouw aan de Grote Combiweg geprotesteerd worden voor de onmiddellijke vrijlating van Stefano Pakito Biervliet en alle andere personen die onterecht opgesloten zijn als gevolg van de uitgehand gelopen protestacties op 17 februari. En dan hoop ik, en ik ga ervan uit, dat deze protesten, dit protest van vandaag, echt vreedzaam zal verlopen. Daar gaan we dus ervan uit. De begrotingsbehandeling is gisteren voortgezet en menigeen nam aan. Zelfs ook nog DNA-leden namen aan dat die dus gisteren zou worden aangenomen. Wel, dat is niet het geval. De vergadering is verdaagd naar vandaag, want de regering die komt aan het woord en een aantal ministers die zijn aan het woord geweest. Vandaag zal de vergadering om 2 uur worden hervat. En daarvoor hebben we dan ook nog een bijzondere vergadering. En dat heeft te maken met het overlijden van de heer Jean Binda. Er zal een bijzondere vergadering worden belegd waarbij de
verschillende fractieleiders ook nog de gelegenheid krijgen om hun condolences aan te bieden. Dat is dus 12 uur en daarna krijgen we dan die begrotingsbehandeling. We gaan terug naar gisteren. De begrotingsbehandeling is gisteren voortgezet en minister Uriat Ramzaran die is aan het woord gekomen. En eigenlijk nu een belangrijke minister en een belangrijk ministerie. Waarom? Er wordt gesproken over het sociaal beleid, sociaal vangnet en ook nog over het sociaal programma dat er moet komen. Menigeen heeft al gehoord over een extra 1800 dat men kan krijgen om als sociale steun vanuit de regering. En één ding is duidelijk, alles wat je al kreeg aan sociale steun, mocht het zijn dat je dat al kreeg bij van een sociale zaken, wel dat blijft. Maar er komt dan nog een extra 1800 waarvoor je je apart moet gaan registreren. Dat is dus de boodschap. We gaan naar minister Uriat Ramzaran. Die heeft gesproken over de sociale voorzieningen die er worden gegeven vanuit sociale zaken. En ook over dat sociaal programma. Zaken en volkshuisvesting is beleidsmaatregel 2409 armoedebestrijding opgebracht voor 95.092.000. En we willen daarmee zorgen dat we zoveel als mogelijk ook de voorstellen van de verschillende volksvertegenwoordigers dan meenemen in dat gedeelte van armoedebestrijding. Deze beleidsmaatregel is opgebouwd uit 1. Om de ouders van drielingen te ondersteunen vanuit het ministerie immateriële en materiële hulp die geboden wordt aan de verzorgingskosten. De hulpverlening en financiële ondersteuning welke geboden wordt aan de ouders van de 3 of meerlingen bestaat uit een immateriële gedeelte bestaande uit gezinscoaching. En 2, het materiële bestaande uit basiszorgverzekering, algemene kinderbijslag, financiële ondersteuning aan de huishoudens, babyvoeding en andere componenten. Voorzitter, dat was 1 uit de 3. 2, het toekomen van voeding aan overheidscrèches en particuliere sociale instellingen die vanwege hun financieringsprobleem een verzoek daartoe doen aan het ministerie. En 3, de toekenning van voeding aan kwetsbare gezinnen in de samenleving en de uitvoering van speciale projecten ter behoeve van deze gezinnen om zelfredzaamheid en zelfstandigheid te stimuleren. Voorzitter, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting richt zich op het voeren van een integraal beleid waarbij er niet alleen wordt gekeken naar het geven van materiële ondersteuning, maar ook immateriële ondersteuning in deze gezinscoaching. We willen de mensen niet alleen vis geven, dat hebben we vaker gezegd, maar ook de hengel. Maar soms is het ook moeilijk om zelfs aan de hengel te komen. Dus dat gedeelte is waar wij als regering ervoor willen zorgen dat we tenminste, ook al moet het op zijn oude manier, dan een hengel moeten gaan creëren en maken voor deze gezinnen om dan zelf hun vis te kunnen vangen. Voorzitter, in uw geachte college zijn er vragen gesteld met betrekking tot het sociaal vangnet en het sociaal programma. Er is ook gevraagd naar wat het verschil is. Tijdens de eerste ronde heb ik dat al gedeeld, maar ik denk dat het van groot belang is, voorzitter, dat ik het nogmaals even hier onderstreep. Het sociaal vangnet bestaat uit 4 componenten. 4 uitkeringen, de welbekende AOV, de welbekende AKB, welbekende financiële bijstand mensen met een beperking en welbekende financiële bijstand zwakke huishoudens. Verder hoort daarin ook nog het voedselpakkettenproject voor de opvanginstellingen en de kwetsbaren en het schooltassenproject welke wij hebben gegeven aan de GLO, VOJ en VOS leerlingen over residentiële opvanginstellingen en zwakke huishoudens. De 4 financiële uitkeringen worden in verschillende documenten zoals regeerakkoord 2020-2025, herstelplan en MOP genoemd. Ik wil uw geachte college geruststellen dat deze financiële uitkeringen gecontinueerd blijven. Dus de samenleving hoeft niet te vrezen, voorzitter. Het sociaal vangnet is er nog steeds. Dat is ten aanzien van het sociaal vangnet. Voorzitter, met betrekking tot het sociaal programma zijn er vragen gesteld. En een van ze was, wat is het verschil? Apart van dat het in verschillende documenten zijn genoemd, het sociaal vangnet, is het sociaal programma eigenlijk een besluit vanuit de regering om een breder vlak te creëren met verschillende ministers, cluster, team van ministers, aangewezen door de president, waarbij we moeten gaan kijken waar de raakvlakken zijn en wat we gezamenlijk zouden kunnen doen, een project ontwikkelen om de samenleving te kunnen ondersteunen. Als wij daarnaar kijken, dan zijn we gestuurd tegen dat
geen dat we van object naar subject subsidie zullen gaan. Dat in plaats van een ieder die gesubsidieerd wordt, want dat is ook gevraagd aan mij, dat in plaats dat een ieder gesubsidieerd wordt, als we praten over objectsubsidie, rijk of arm, dat er voor het product wordt gesubsidieerd en niet aan de persoon of gezin zelf, dat wij nu willen overstappen. En dat is het subjectsubsidie. Overstappen naar het subsidiëren van de gezinnen, de personen. Dus de vraag was gesteld van object naar subject, dus ik hoop dat dat dan verduidelijk wordt. Waarbij er momenteel wordt gekeken naar de koopkrachtversterking. En ik moet meteen aangeven, die koopkrachtversterking van 1800, wat berekend is geworden tot 1800, is niet statisch, het is dynamisch. Nogmaals, het is een besluit van de regering en de deskundigen hebben eraan gewerkt. Dus dit bedrag hebben we naar voren gehad als een voorstel en dit hebben we dan meegenomen om alvast een start te geven aan het sociaal programma. Waarbij verschillende goederen, beleidsgebieden, brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten zijn meegenomen. Let wel, er zijn bepaalde ministeries die ook het woord hebben gericht hier, van mijn collega's, die ook hebben aangegeven dat er ontwikkelingen nog zijn. De ontwikkelingen en verschillende correcties, oftewel werkzaamheden die ze verrichten binnen hun ministeries, die worden beïnvloed zowel internationaal als nationaal, waarbij dan het sociaal programma dan voor een bepaald opvang zou moeten zorgen als we dan kijken naar de zwakke gezinnen die uiteindelijk die ondersteuning van die 1800 dan nodig zullen hebben. Maar ik benadruk dat gedeelte dat het niet statisch is, maar dynamisch. Voorzitter, in uw geachte college was er bekendgemaakt dat de registraties op 20 februari zouden plaatsvinden. Dat heb ik zelf hier gedaan. Ik heb dan verder gekeken naar de situatie. Voorzitter, ik moet wel de samenleving van hieruit met uw toestemming informeren. Dat gezien de afgelopen situatie, dat wij geconfronteerd werden met de calamiteiten van 17 februari jongstleden, afgelopen vrijdag, dat de datum dan verschoven is geworden. Zo, er is dan een stukje stagnatie dan gaan ontstaan, maar we hebben het dan vooruit blijven stuwen, waarbij we kijken naar volgende week om van start te gaan. Zoals beloofd binnen een van de dichtstbevolkste gebieden, oftewel districten, en dat is nog steeds Paramaribo. We hebben intussen ook vanuit het ministerie verschillende afdelingen betrokken. Een van ze is dan ook de MD, maatschappelijke dienst. En we willen dan gezamenlijk met u niet alleen gaan kijken naar hoe wij gezamenlijk met de DA-kantoren, wij kantoren de registraties kunnen doen voor een aanmerking komen van de koopkrachtversterking, maar dat wij gezamenlijk ook kijken wat wij verder kunnen betekenen voor de gezinnen. Voorzitter, er is een vraag gesteld met betrekking tot de inkomensgrens en de aantal huishoudens. Met betrekking tot de inkomensgrens kan ik aangeven dat deze voor nu, om het werk te verrichten, alvast, gekeken naar de documenten die toen gepresenteerd werden aan ons, dat we het voor nu nog hebben gehouden op die 6.000 ten aanzien van criteria. Maar het bedrag wordt momenteel opnieuw bekeken door de PIU, de Project Implementation Unit, sociaal programma. En apart daarvan wordt er ook gekeken naar de verschillende beleidsmaatregelen en gebieden, de 7, die zijn opgenoemd door mij eerder, dat de PIU gezamenlijk met de deskundigen ernaar kijken om, als het gaat om het bedrag, die 1800 of die 6000 ten aanzien van inkomensgrens, dat ze het vooruit stuwen. Er zijn ook voorstellen gedaan van uw geachte college om mensen toe te voegen, deskundigen toe te voegen. Die worden ook allemaal meegenomen in dat geheel om het vooruit te stuwen en verder te stuwen voor land en volk. Er is gevraagd naar het aantal huishoudens. Als we dan kijken voor nu met de inkomensgrens van 6000 netto per huishoudens, is er vanuit de ABS dan een aantal gegeven van tussen de 40.000 en 60.000 gezinnen. Let wel, als wij dan verder zullen kijken naar de voorstellen die gedaan werden door de Loonraad, armoedegrensbepalingscommissie, sorry, dat als het richting de 12.000 zou moeten gaan per huishoudens, dat nogmaals wij bereid zijn om de nodige aanpassingen te maken. Wat betekent dat natuurlijk als we kijken naar de gezinnen, dat het kan zijn dat dit bedrag van tussen de 40.000 en 60.000 veel hoger zal zijn. Dus dat geef ik ook meteen mee aan uw geachte college, voorzitter. Mochten er meer rechtmatige gezinnen zijn dan apart van de 40.000 tot 60.000, dan kunnen ze alsnog in aanspraak komen voor de koopkrachtversterking. Zij kunnen dan simpelweg natuurlijk bij ons registreren, voorzitter. Met betrekking tot het registreren. Met betrekking tot het registreren hebben we dat zoveel als mogelijk vergemakkelijkt. De zaken worden coulant aangepakt. Voor het registreren moet u sowieso 21 jaar zijn en ouder. En u dient mee te nemen een kopie van uw ID-kaart, een kopie van uw familieboek.
van alle beschreven pagina's, trouwens, een recente stroom- en waterrekening, tenminste binnen die 3 maanden, en een bewijs van inkomens, of als je een uitkering ontvangt, dat je een bewijs daarvan ook meeneemt. Voorzitter, voor de goede orde, omdat dit duidelijk moet zijn, ook voor uw geachte college en dat ze dat verder mogen delen, dat ik dat ook in hardkopje heb meegenomen om achter te laten, oftewel over te handigen aan uw geachte college. Wij zullen de communicatie verder afvoeren. Er is ook wat voorstellen gedaan vanuit uw geachte college. We zullen het verder vooruitsturen ten aanzien van de communicatie wat breder aanpakken. Er is al gekeken, we hebben laatst nog de verschillende talen gedaan. Dat wordt ook verder gestuurd door middel van instructievideo's richting de samenleving. Waarbij het simpelweg wordt uitgelegd bij het invullen van zo'n formulier. Wat men zou moeten hebben en wat men zou moeten invullen. De registratieplekken, daar hebben we ook gekeken naar een team, een hulpteam. Een voorbeeld daarvan is de AZP, de personen in een groene shirt. How can I help you? Of hoe kan ik u helpen? Dat zij ook gestationeerd zullen zijn op de verschillende locaties om de verschillende personen die daar zijn en langskomen voor de registratie, dat zij op die manier ook geholpen kunnen worden en van informatie voorzien kunnen worden. En dat zei dus minister Uriat Ramsaran. En hij had het dus over de registratie van personen en gezinnen die naar Merke willen komen voor die 1800 SRD. Die registratie start in Paramaribo. En dat gebeurt dus aanstaande maandag. Er heeft verder ook medegedeeld dat het grootste district, dus daar begint men. En de registratie die zou dus eerder plaatsvinden, maar door de protestacties van 17 februari, vorige week vrijdag, is dus die eerder geplande datum niet gehaald. En de concrete antwoorden wilde men dus weten van de minister en die hebben zij dus gehad. Zoals ik eerder zei is deze begrotingsbehandeling vandaag naar vandaag om 2 uur en dan zal die dus worden voortgezet. En we kijken dus allemaal reikhalzend uit naar antwoorden die zullen moeten komen, onder andere van het ministerie van Financiën. Want hoe zal de economische crisis worden opgelost en hoe zal alles dus in goede banen worden geleid, zodat we echt komen tot de daadwerkelijke stabiliteit van de economie in ons land. We wachten dus nog steeds op de heer De Baas. Die is van de Surinaamse Voetbalbond. Hij is coach van de SVB. Later in de uitzending komen we dus ook nog terug op andere actualiteiten. Maar we kiezen ervoor om een muziekje erbij te doen van eentje van Max Nijman. Het lijkt een beetje nationalistisch. Maar goed, we kiezen ervoor omdat we er ook zo... Hij was echt een Sranamang. Amabelo Sranang en Amabelo Basranang Tongo. En vele van zijn liedjes heeft hij ook zo gezongen bij festivals in Europa, in Denemarken, Duitsland. En overal waar hij ging was het dan de Sranang Tongo. En hij zei het ook nog eens aan me van Fosidema bij Dingtak, Lobisingi, Nobema Singi in Sranang Tongo wel, ama bewijs dat hij. En heeft ook nog bewezen dat je ook nog goede songs kan maken waarbij je de liefde voor het land Suriname tot uitdrukking brengt. U luistert naar de Koffiepraat. Strana, mi moe, sweetie condre. Ay, mi love you, sote. Temitanapu. Crow.
I go, Nani Keri. Rapestrefi, you know, de kanfaferi. Vikasi, you de gonyan, guson talesi. Ini yumi sawamberi, dai dai yuede, dai luko kuna mungo, dai usasi na boxi e kamo. Mibri, singita kangang unu no deze van Max Nijman vandaag in de koffiepraat op deze vrijdag. We hebben ook, we hadden ook een andere gast uitgenodigd voor vandaag en hij is eerder gekomen dan de heer De Baas. En dat is dan Henk Sakko. Henk Sakko is een jongeman die voorzitter is van de Nationale Vereniging van studenten en van scholieren en studentenbelangen. En ze hebben een open brief gericht aan president Chandrika Persat Santokhi. Ze zijn enige tijd bezig. Meneer Sakko, goedemorgen. Ja, goedemorgen iedereen, luisteraars thuis. Ja. Ja. Jij bent zelf ook student. Ja, ik ben zelf ook student. Ik zit op het NATIN, laatste leerjaar. Ja, welke richting? Ik studeer elektrotechniek, energieoverdracht. Ja, en het gaat wel? Het gaat wel. Het is iets dat ik heel leuk vind en ik geniet ervan. Ja, je geniet ervan. Dus eigenlijk moet je iets zoeken en doen in het leven waar je plezier in hebt. Kijk, dat is altijd het beste. Mm. Zolang je van iets geniet, toch? Ja. Doe je het met je uiterste hart. Je zet je echte, je beste beentjes voor, omdat het gaat van je houdt ervan en je vindt het leuk. Ja, de organisatie waar jij toe behoort, hoe lang bestaat deze organisatie er al? Nu erkend door de overheid is het een jaar, maar studenten onderling die al lang bezig zijn, dan zijn we meer dan 2 jaar bezig zaken binnen het onderwijs te vechten, want het gaat helemaal niet hoe wij willen. Ja, maar er gebeurt wel wat, maar het gaat niet zoals jullie willen. Sowieso gebeurt er wat, toch? Binnen onderwijs, want anders kan het ook wel komen. Ja, klopt, toch? Dus dat bedoel ik. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen en zaken die je nodig hebt om naar school te gaan, om te kunnen met volledige aandacht te kunnen studeren, is er heel wat die ontbreekt, toch? Dan kunnen we praten over voeding, basislevensbehoeften die je nodig hebt, bus, dus transport om naar school te gaan. En meestal, kijk, wat men zegt van is, een student is, je gaat naar school, klaar. Maar na de school ben je ook nog bezig met studie, toch? Ja. En je moet nog, je gaat samen studie doen, je gaat nog heel wat dingen doen, onderzoek. Mm-hmm. En als je praat al van bustarief nu al 10 SRD en het gaat nog meer. Je hoort de buschauffeurs vragen 25 SRD. We wachten nog op wat het zal worden, want wij als studenten zullen een persconferentie beleggen. Mm-hmm. Wat gaat moeten gebeuren om onze misnoegen te uiten. Mm-hmm. Toch? Dan kan je niet zeggen dat het echt gaat binnen onderwijs. Ja. Welke studenten zijn aangesloten bij jouw organisatie? Het is een organisatie die voor alle studenten openstaat. Vanaf de kleuter tot de universiteit. Toch? Omdat je studenten hebt die wel heel pinter zijn, maar niet bereid zijn te praten. Je hebt studenten die wel heel wat kunnen doen, maar niet durven om het te doen. Toch? Ja. En wanneer je iets gedaan hebt, dan kan je bewijzen van ik heb het gedaan. En vandaar dat we openstaan, toch, is een organisatie voor alle studenten. Dus ongeacht
wie dan ook wie je bent, zolang jij doorstudeert. Mm-hmm. We weten dat er ook andere studentenorganisaties zijn. En jullie zijn ook eentje. Hoe moet ik dat zien? Kijk, studentenorganisatie verschillen, toch? En wij zijn meer een organisatie die heel die echt opkomt voor de studenten. Wanneer we praten over studentenbelangen. En het gaat over alles. We gaan niet zeggen van, we komen voor armen op. Maar op puntje bij paaltje zie je van, een stuk, laten we een simpel voorbeeld nemen. Een student die naar school moet gaan, die heeft transport nodig en voeding. En we gaan praten van, je hebt voeding nodig, je hebt dit en dat nodig. Maar puntje bij paaltje zie je van, die organisaties die echt moeten opkomen, die niet daarvoor opkomen. Wanneer ze daar zijn binnen kabinet of waar dan ook, dan geven ze andere praatjes. Ze halen dit wel aan, maar dan stoppen ze ermee. Toch? Studentenpersoneel bijvoorbeeld, die we hebben gezien, die werd gegeven om aan studenten te geven. Dat studenten €300 moeten betalen, toch? En waar vindt een student zoveel geld? Kijk naar de koers. Kijk naar heel wat zaken. En dan zie je van, je kan dat niet zeggen van, je komt voor zulke studenten op. Dus daarom verschilt het, organisatie verschillen en studenten verschillen. Je hebt natuurlijk studenten met meer ervaring. We hebben niet geweldige ervaring, we zijn een jonge organisatie, maar ook studenten die niet in andere organisatie zitten. Maar jullie worden wel erkend door de overheid? Sowieso. Ja. Nu wil ik weten, praten over voeding. Wat is, want we hier in Waldo programma, we horen ook op social media. We zien het ook dat het voorkomt dat kinderen, jonge kinderen, misschien zelfs ook ouderen, niet met nog geen broodje hebben gegeten voordat de school begint. Hoe denken jullie dit op te lossen? Kan dit worden opgelost met jullie? Hoe denken jullie erover? Kijk, we hebben zaken 2021, in oktober hadden we de petitie gegeven aan de president. Toen, we hebben enkele oplossingen daar voor hem gezet. We hebben hem ook gezegd van, we zijn bereid te praten, we zijn bereid mee te denken en te plannen. Want dat is belangrijk. Ja, meedenken en mee plannen. Juist, toch? Het is niet alleen dat je je mening geeft van, het gaat niet goed, nee. Je moet met oplossingen komen. En wat is de oplossing geweest dat jullie voor handen hebben? We hebben, dat zijn oplossingen zijn op papier. Ik heb alles niet hier. Maar sowieso, daarom zeggen we zijn bezig met een persconferentie. We zullen enkele van die punten aanhalen wat we hebben gegeven. Want er zijn tal van oplossingen. Kijk, als je als overheid zelf mee bezuinigt, toch? Het geld wat je daar uithaalt, kan je dan in onderwijs stoppen. Toch? En laat onderwijs meer focussen op onderwijs gebeuren zelf. Ja. Toch? En dan kan je elk student, elk kind dan helpen. Kijk nu, ik heb iets gezien op social media, ik hoop niet dat het zo is, dat brood 45 SRD zal worden, Fernandes. Het is al 40, een pak brood van 10 is al 40 SRD. Dan snap je hoe laat het al is. Ja, ten aanzien van dat van transport, vervoer naar school, we weten dus dat in mijn periode, maar dat je dus kon gaan naar de Jesrunstraat en daar een buskaart kon ophalen voor een busvervoer dat ter beschikking wordt gesteld vanwege het ministerie van Onderwijs. Het was het onderwijs en het is onderwijs en wetenschap en cultuur is het nu. Is het nog steeds zo? Kunnen jullie nog steeds in aanmerking komen voor een buskaart? Kijk, studenten kunnen in aanmerking komen, maar er zijn natuurlijk procedures om in aanmerking te komen. Dus niet alle studenten komen daarvoor in aanmerking. Vooral als je in de stad woont, toch? Men kijkt van wat is afstand, wat verdienen je ouders. En kijk, armoedegrens is heel anders nu dan vroeger. Ja. Dus enkele studenten zijn in aanmerking gekomen, maar er zijn tal van studenten die buiten zijn, zoals ik het ook aanhaal. Van, kijk, je gaat naar school. Kijk, bijvoorbeeld, ik betaal 40 SRD per dag. Dat is nu, toch? Ga ik 5 dagen in de week, is het 200 SRD. Soms moet ik zaterdag ook volgen. Ja. Dan snap je hoeveel ik al uitgeef, toch? Is heel veel geld. Ja, voor een student die 800 SRD in de maand moet uitgeven,
Klopt. Ja. Dus dan praten we over nog geen enkel ander. We praten over slecht vervoer. En je hebt, ik woon in woonwijk Evramsege. Men zegt ghetto-buurten. Dus Latour, mm-hmm. Evramsege, Flora, alle dit soort buurten. Dat ik weet hoe het is. Ik weet hoe het aan toe gaat. Je hebt nog ouders die 1500 SRD verdienen. Toch? Er is wel een nieuwe minimum uurloon, maar het is nog niet echt in werking. Sommige mensen 3000 SRD, je komt niet uit. Toch? Dus je zou in aanmerking moeten komen voor zo'n bus. We hebben gezegd van breng dan studentenkaart in. Dat was ook een van de oplossingen. Maar ja, met die vertegenwoordiger, men zei van dat kan je niet hier halen in Suriname, want men gaat misbruik maken. Maar ik zeg van nee. Kijk, als je een goede administratie hebt op de scholen, want let wel, je hebt decanen, je hebt maatschappelijk werker, maar dat heb je niet overal op alle scholen, maar sowieso decanen. Maar wat je hebt op alle scholen zijn leerkrachten. En elk student heeft een leerkracht waarmee hij of zij kan praten. Ja. En die leerkrachten begrijpen die studenten, ze communiceren dagelijks met die studenten. En we hebben gezegd van, kijk, onderwijs, zet alles in wat je kan. Praat met die leerkracht om te kijken van welk student heeft het echt nodig. Sommige studenten hebben het niet nodig, want je ouders verdienen heel goed. Maar als je werkt met de leerkrachten, je werkt met ons als organisatie, toch? Of jeugdvertegenwoordigers, is het heel makkelijk te kijken van, hey, welke student heeft het echt nodig? Dus als een openbaar vervoer nou een brokkade eigenlijk? En het is een koppijn, want kijk, in de ochtend je stapt 6 uur op, toch, om naar school te gaan. Je hebt, want men praat over gedrag, de gedrag van kind. De idee in een bus, de pokus je draait in een bus. Weet je hoeveel radio's, bussen geen radio's aanzetten, maar muziek draaien. Dan moet je nagaan wat voor muziek ze draaien. Ik wil niet eens uitleggen. Want weet je hoeveel ouders hun kind goed opvoeden, zelf de kerk. Maar wanneer je in een bus zit en je zegt, chauffeur, mino man, want in weekend maanden is studeer, je berikant dat je goma. Je hebt een kleine groep die voorin zit, men noemt het koffiekamer, cockpit, dat soort van namen. En tegen hem als door in een bus. Dus dan zei je, ik denk dat boy. Meneer, dit is aan jou ofzo. Eigenlijk een verkeerde beïnvloeding. Juist, en dat speelt ook een rol bij jongeren, waardoor je ook niet een heel ander gedrag ziet. Ja, dat nemen we dus mee op deze morgen. Ten aanzien van de bustarieven, verder ook nog voeding, een aantal zaken die daar ook spelen. Hoe zit het met de studenten die bijvoorbeeld zitten in het buitenland? Komen jullie ook op voor die studenten? Ja, we komen ook op. Kijk, het gaat om alle studenten waar contact. Momenteel is mijn telefoon gebroken, maar ik heb contact met de studenten van Cuba. Er zijn zaken die aangehaald zijn en ja, als je kijkt van dat jouw medestudent daar zit en misschien pamper moet gebruiken als manverband of dat soort van dingen of niet goed gaan eten, dan is het heel jammer, toch? Want wij zijn allemaal mensen, het maakt niet uit waar we zijn, uiteindelijk moeten onze studenten terugkomen, het zijn kader voor dit land die mee moeten helpen opbouwen. En wat zijn wij bereid te doen als mensen die hier zijn, dan gaat de overheid, maar ook de Surinamers om te helpen van, hey, nou, mijn student dit dat. Want uiteindelijk heb je die mannen nodig. Ga je een buitenlander hier brengen? Nee, die man gaat je valuta wegbrengen, maar ook zijn kennis. Ja. Hij gaat het niet delen. Jullie hebben een open brief gericht aan de president. En wat is toch die koko van die tori dat jullie eigenlijk aan de president hebben voorgelegd? Kijk, het gaat erom dat president zaken heel anders moet gaan aanpakken. Het moet niet blijven. Voor studenten. Voor studenten. Studenten en scholieren. Ja. Toch? Het moet niet blijven bij van we gaan het doen, we gaan dat doen of we geven het gratis. Natuurlijk, we zijn bereid. Al is het een 1 SRD. Ik zeg niet dat 100 SRD, maar een 1 SRD of een 10, het kan meer zijn. Mm-hmm. Maar wat wij kunnen permitteren, dat op tafel zetten. Want je kan niks helemaal gratis krijgen. Ik kies een gratis innovatering. Je moet een kleine bijdrage leveren. En we hebben gezegd van, nou, pres, doe sa iemand doe uno, toch? Laat het niet blijven bij praten of dit beloven, internet ook gratis, bus ook gratis, dat ook gratis. Nee, we willen concrete dingen zien, zodat wij goed kunnen studeren en ons meehelpen om ons land op te bouwen. Men zegt van, we zijn de toekomst van morgen, maar ik ben het niet helemaal eens. Omdat, stel dat ik nu afhaak, moet ik meehelpen met de ontwikkeling van dit land. Je gaat moeten gaan werken, je gaat belasting betalen, maakt niet uit wat. Dus ik zeg van,
heden moet je een bijdrage aan leveren, maakt niet uit hoe oud je bent. Ja, we hebben het daarnet gehad over afhaken. Minister Marie Levens van Onderwijs heeft ook gezegd van nou, 5000 kinderen zijn afgehaakt van school en die wil ze weer op school terug hebben. Hoe denk jij daarover? Maak je ook zorgen daarover? Okay. Heel zorgen. Ik heb het vanaf het begin aangehaald zelf. In onze eerste petitie, we gaan het publiceren voor de mensen. Ik zei van, breng die schooltarieven niet omhoog. Toch? Omdat ouders al het hele moeilijk hebben. Om slechts alleen schoolkleding toch, en schoolspullen te kopen is verschrikkelijk duur. Vroeger kon je met 1000 SRD basisspullen kopen voor een student, maar nu... Als je geen 5000 hebt, kan je bijna niks kopen. Toch? En dan inschrijf ik altijd van 650 naar 850 gegaan. Dan praat ik nog niet over de andere scholen. En dit jaar gaat het nog weer omhoog. En misschien met BTW weten we niet wat het gaat worden. Die studenten zeggen van, hé, mijn omare. Mogen je mijn ouder, abe moeilijk ba. Waardoor sommigen denken van dat het gaat lukken, maar vaak genoeg lukt het hun niet. Het loopt verkeerd, het gaat de verkeerde kant op, want je bent daar, je werk, je denkt van, met mij kwam Timoni. Je hebt ook studenten die werken en studeren, maar nu gaat het heel moeilijk, want je, zoals ik het zei, is 1500. Je denkt van, je gaat overuren maken. En vanwege die overuren ben je helemaal moe. En door vermoeidheid kan je niet echt studeren. En heel wat haken af. En het is geen 5000 hoor. Het is meer dan 5000 studenten die afhaken. Je hebt zelf leerkrachten die nu Suriname verlaten en in het buitenland gaat. Ik heb contact met hem, maar je hoort wat mensen zeggen. De minister is niet bereid te praten, te helpen. Praten doet heel veel. Soms denkt men van dat je alleen geld nodig hebt. Geld doet veel. Nee, een schouderklop, praten met mensen doet heel veel. Want mentaal, geestelijk... Het gaat helemaal niet goed met ons. Ja, ja. We gaan met je afronden, Henk Sako. Denk ik dat we ook vaker over de vloer zullen hebben in de koffiepraat. Je bent de voorzitter van de nationale jongeren scholieren. En scholieren en studentenbelangenorganisatie. Kijk, ik denk niet Henk Sako alleen. Ik ben sowieso de voorzitter, maar ik... denk dat ik ook andere studenten die binnen de organisatie zitten de gelegenheid zal geven. Vooral als we vaker mogen komen. Want dan hoort men van hoe denken zij ook erover. Want van student tot student verschillen we. Ja. Natuurlijk aan het eind hebben we één doel. Maar ik wil hun ook de gelegenheid geven. Ik zal hen ook brengen. Zodat men hoort van hey, van verschillende lagen heb je problemen. Ja. Goed. We bedanken Henk Sako en ook een fijn weekend. Dan hoop ik dus dat jullie alles bij elkaar hebben, goed gereed hebben. Want je hebt ook aangegeven, jullie komen binnenkort met een persconferentie. Ik kijk naar Stewart Aurelio Stewart. Jongen, het gaat allemaal moeilijk, nee. Maar goed, ga het niet vergeten. We wachten dus op onze volgende gast. En dat is dus de heer Percy de Baas. We blijven bij het onderdeel van jongeren en jongeren jeugdontwikkeling. En we hebben het dus nu ook over sport. Sportontwikkeling, de U17 selectie van Suriname. Die is dus in CONCACAF-verband uitgekomen. En het was niet mooi. Dus dat noemt ik naar visie. We gaan dus, we wachten op de heer De Baas, de heer Percy De Baas, om hier naar binnen te komen. We kijken even uit waar hij is. En dan hebben we hem dus zo meteen in de uitzending. U luistert naar de Koffiepraat. De Baas, die is er al. Goedemorgen. 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 We praten over de voetballerij in Suriname. U bent de bondscoach, U17.
En we hebben dus een aantal wedstrijden gevolgd, ook op tv, overvolging. En dan hoor je van, hey, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? We lasten een monster score, zegt men. U bent een bondscoach en u kijkt ook ernaar. Wat voor een gevoel had u zelf toen u zag een doelpunt gaat erin, een tweede, een derde, een vierde, een vijfde? Wel goed gevoel, natuurlijk niet. Ja. Maar dan moet je als goed wezen van, ga je moeten coachen, corrigeren, zijn jonge jongens. Mm-hmm. Je gaat ze moeten coachen waarop ze moeten letten. Maar aan de ene kant, we hebben met grote scoren verloren, maar die landen als Honduras, El Salvador, Haiti, ja, die staan toch hoger dan ons. Ja. De voetbalontwikkeling daar is veel verder. Uh-huh. Dus dat moet wel ook aangegeven worden. Ze zijn veel verder. Menigeen denkt van, ja, maar hoe is de voorbereiding geweest? Want misschien ligt dat aan de voorbereiding naar zo'n toernooi toe. Kijk, de voorbereiding naar zo'n toernooi was redelijk tot goed te noemen. We hebben een meetmoment gehad tegen Guyana. Daar was het team nog niet echt goed in elkaar. Maar na terugkeer hebben we wel een goed team samengesteld. En gaandeweg de rit, ja, zeg maar een week voor vertrek, hebben we 9 diaspora jongens gekregen. Ja, en je zou willen denken, we krijgen diaspora jongens erbij en dan gaat het vlotter moeten verlopen. En ja, we gaan toch wel kunnen competen. Ja, Sondermin heb ik eerder ook aangegeven in andere gesprek dat een medekomst van de diaspora jongens met een toegevoegde waarde zou moeten zijn. Ja. Maar ik heb ook aangegeven dat die jongens daar ook meer trainingsuren maken. Je voetbalniveau is ook anders, maar het is toch gebleken dat we meer tijd nodig zouden hebben, meer tijd nodig hadden met die jongens. Ja. Om een team te maken. Ja, om een team te maken. Het zijn jonge jongens. Ja. Je gaat meer tijd nodig moeten hebben. 2 trainingen met die jongens. Ja. Was onvoldoende. Dus ja, 2 trainingen met de jongens. Ja. En dat was het? Dat was het, ja. Die diaspora, ja. Dat was onvoldoende. Ja. Maar er zit wel potentie in die jongens. Want ze konden, als team konden we beter uitgroeien, maar daar hadden we meer tijd nodig. Maar je houdt er ook rekening met die jongens. Die diaspora jongens hebben ook clubverplichtingen. Ja. Je kan niet overal te lange tijd beschikken voor die jongens. Ja, maar zou u als coach niet kunnen zeggen van nou, 2 keren trainen met de jongens. Eigenlijk, heeft het geen zin om ze erbij te halen? Ja, eigenlijk wel. Maar je gaat ervan uit dat ze toch sneller zouden kunnen pakken van wie hun trainingsuren en niveau waarop ze trainen. Maar het heeft toch anders uitgepakt. Ja. We volgen de voetballerij van dichtbij en we zijn, bijna à la wiki weer in Franklin Asset Stadion, dan ook nog Emil de la Fuente Sportcentrum. En we zien de U16 jongens, we zien de U18 jongens, U20 jongens en we zien ze echt een harder tegenaan gaan. En je denkt van nou, kunnen we wel competen. En u zegt van, eigenlijk zijn we nog niet daar binnen de regio. Leg hoe Natori uit, want wanneer we er naar kijken, denken we van nou, nee. We denken toch wel dat onze jongens kunnen aansluiten in Midden-Amerika of zelfs in Amerika zelf, de United States of misschien zelfs in Nederland. Natori, ja. Dom. Als je zegt hard er tegen, dan begrijp ik je nog niet echt. Ja, ik zie ze sneller spelen. Ik zie ze combinaties goed maken. Ik zie dat ze in hun ontwikkeling gaan ze vooruit. Ja, ja. Dat klopt. Ja, het kan waar zijn dat die jongens in hun ontwikkeling vooruit gaan. Mm-hmm. Maar het moet op een ander niveau worden aangepakt. Er moet driftig geïnvesteerd worden in het Surinaams voetbal. Vooral bij de jeugd. Maar ook het voetbalkader moet bijgeschoold worden. Er moeten trainingen komen, clinics komen voor die jongens. Want voetbal wordt op een ander niveau gespeeld in het Caribisch gebied. Dat is niet wat we hier doen. We hebben die talenten wel, we kunnen wel bijbenen. Ja. Maar er moet
een omslag komen, zonder meer. Leg ons dat even uit. We zitten bijvoorbeeld in dezelfde regio, Suriname en Haiti. Haiti heeft het vele malen moeilijker dan Suriname. En toch presteren ze beter als het gaat om voetbal. Dus leg ons even uit. Wat doet Haiti beter dan ons als het gaat om voetbalontwikkeling? Ja, of wat kunnen we van ze overnemen? Ja, als je zegt dat Haiti bijvoorbeeld het moeilijker heeft dan u. Inderdaad, de economie is niet zo stabiel. Mm-hmm. Maar men denkt daar toch anders over de sport. Want bijvoorbeeld Haiti. Mm-hmm. Heeft die jongens vanaf de U13 worden de jongens ondergebracht iets als een internaat. Of voetbal academy. Ja. Daar blijven die jongens, ze hebben een medische dienst daar, een kerk, school. Dus daar worden ze ondergebracht tot U18, U20. Ja. En dan worden ze daar bezig gehouden met voetbal. En het werkt. Want wij hebben in principe weinig onderzoek gedaan. Of geen onderzoek gedaan. Waarom kunnen we nog niet winnen? Want aan de kant blijven zitten van, we kunnen nog niet winnen van ze. Maar ga ook onderzoeken. Dat is nog niet alles. Wat moeten we beter gaan doen of wat moeten we anders doen om het niveau weer te halen? Mm-hmm. Ja. En hoe gaat het in Suriname eraan toe? Als het gaat om het ontwikkelen van onze jongens? Dus er is geen echte plan klaar. Mm-hmm. Trouwens, laat me het anders stellen. Er zijn voetbaldeskundigen die plannen hebben aangeboden. Om ontwikkeling te brengen in ons Surinaams voetbal. Maar dat moet opgepakt worden en uitgevoerd worden. Ja. Dan kan het wel beter komen met onze jeugdvoetballers. Ja. Maar aan de andere kant ook, zoals ik eerder heb gezegd, voetbalkader moet ook naar bij geschoold worden. Er moeten meer trainingen komen. En we moeten ook anders gaan denken over voetbal. Niet zoals we nu denken, een competitie doen. Ja, we worden kampioen, semi-kampioen. Noem maar op om die jongens te laten spelen. Ja. Nee. We moeten ze ook mogelijkheden aanbieden van, kijk nou, je wordt gescout, je kan verder gaan, noem maar op. Ja. Is een beetje droog hier, anders gaan we niet kunnen bijbieden met de rest van het Caribisch gebied. Het moet anders. En die deskundigen zijn er om onderzoek te gaan doen. Ik heb een aantal jaren terug dan Mico Jeretak en Keylor Navas, die van Costa Rica. Hij had zijn eerste interland gespeeld voor Costa Rica hier in Suriname. Dus daar ben ik de man zijn cv nagegaan en hoe hij tot die ontwikkeling is gekomen. En op een gegeven moment las ik dat hij in zijn jeugdjaren heeft hij een aantal voetbaluren moeten maken. Maken onze jongens die voetbaluren wel binnen hun jeugdopleiding? Nee. We halen, laat maar stellen, effectief. Halen we het aantal voetbaluren niet. Mm. Ik denk dat ze hier naar, zeg maar, naar Surinaamse maatstaven dan zou een jeugdige minimaal 2 uren voetbaluren per dag moeten halen. Per dag, ja. Dus dat wil zeggen, laten we zeggen van maandag tot vrijdag, daarna 10 voetbaluren per week. Dus Surinaamse maatstaven. We rekenen met die jongens, want ze zijn niet ondergebracht. Ze zijn nog in een thuissituatie. Dus het schoolwerk moet ook worden nagekeken en dat soort dingen. Maar wij trainen hier om de ene dag. Ja. Dus die 6 uren per week. Per week. Ligt aan de lage kant. Ja, is een lage kant. Als we willen bijbinnen, gaan we het moeten opvoeren. Ja. Welke ondersteuning moeten we... Krijgen we genoeg ondersteuning voor het Surinaams voetbal binnen van het bedrijfsleven? Want eigenlijk zou dat moeten gebeuren, toch? Ja, inderdaad. Dat zou moeten gebeuren, het bedrijfsleven zou moeten ondersteunen. Omdat je bij voetbal, daar heb je de meeste sporters. Ja. Heb je de meeste sporters. Maar wat er precies speelt, waarom ze niet zo happig zijn om daar te ondersteunen, kan ik niet echt aangeven. Maar het zou van het bedrijfsleven meer moeten komen. Ja, hoe je dat je zelf ook bij Leo Victor zit? Je zit ook bij Leo Victor? Ja, klopt. Vaaploeg in Doenanga bijvoorbeeld, de jonge jongens die er zijn, U18, U20. Hoe doen jullie met spullen? Wat voetbal zo bijvoorbeeld nou?
Tradim gulu kwam voetbal zo tussen de 25 en 3500. Dat denk ik miskreken. Maar eigenlijk, ja, dan als je die koersomrekening maakt, dan begrijp je, het is een $100 tot $150. En wanneer ze naar een normale winkel gaan, de Finois Suelji 900, misschien 1100. Maar Bakatuwiki, dat is Subos. Talanga imgona, imgo stikken aan schoenmaker. Maar hoe doen jullie met voetbalschoenen, de attributen die daarvoor nodig zijn? Het lijkt erop alsof voetbal nu een dure grap is geworden. Ja, voetbal is een dure grap geworden. Wil je meedoen, moet je daarin investeren, je moet geld vrijmaken. Mm-hmm. Dus, maar zoals u eerder hebt gevraagd bij Leo Victor, het bestuur zorgt ervoor dat de jongens minimaal één school krijgen per seizoen. Ja. Maar de ouders ondersteunen daar ook hoor. Waar nodig, kopen ze zelf een schoen voor de jongens. Ja. Hoe gaan we verder met onze voetbalsport, met onze jongeren? De boy loopt play bal eten, want zo lees me hier dat boy niet kon trainen, want de man is bezig en een game. Ze doen andere dingen. Is voetbal nog echt geliefd? Wij als de ouderen, zeg maar, voetbalmensen, wij moeten dat geliefd maken of geliefd houden. Mm-hmm. Ja. Dus, je gaat alles moeten doen om het te doen. Omdat voetbal, het bindt ook toch, het brengt de jongens bij elkaar, zorgt ook voor een beetje vorming. En bij de jeugd, als je kijkt naar de jeugd van vandaag, hebben ze dat nodig. Ja. Dus achter een game zitten, ga je ook hebben. Dat ga je niet van ze kunnen aftimmen. Ja. Maar je moet kijken om een combinatie van te maken. Mm-hmm. Waar je tijd vrij kan maken. Ja. Om te voetballen en weer tijd voor zijn doen. Is de evaluatie er al geweest? Nog niet. Wat gaat u aan de SVB uitleggen? Nou, dat laten we voor het moment. Ja, dus wanneer je hoort die hoge scores, dan berekent dat zo, dan gaat men de trainer tussen haken mooi de laan uitsturen. Maar hoe werkt dat bij de SVB? Bij jeugdvoetbal? Het is mijn eerste keer daar. Ja. Als trainers de laan worden uitgestuurd, het is geen nieuwe geest. Goed. Wat zegt u aan de jeugd, die voetballers? Want ze willen ook, ze dromen soms ook van carrière maken in het buitenland. Wat zegt u ze? Wat zei tegen de man? Wat zegt u ze? Nou, als ze carrière willen maken, als u dat zegt, in het buitenland. Laat ze alvast hun schoolopleiding voorop stellen. Mm-hmm. Want wil je een carrière maken, moet je ook een bepaald ontwikkelingsniveau gehaald hebben. Zonder meer. Ik zeg dat het uitzonderlijke gevallen zijn. Maar die eigenlijk geen ontwikkelingsniveau hebben. Of geen ze worden verder begeleid. Ja. Dus laat ze dat voorop stellen. En dan maken ze dan de weg ook een beetje makkelijker om... Zeg maar profvoetballer of op een hoger niveau te gaan voetballen. Ja. Bent u ervan overtuigd dat het goed komt met ons voetbal? Dat we weer in het Caribisch gebied zullen meetellen? Ja, we blijven positief. We moeten die overtuiging dragen, want anders laten we de jongens in de steek. We moeten die positieve opstellen aannemen. Maar ja, natuurlijk, er moet erin geïnvesteerd worden. Driftig ook. Ja. Heel veel geïnvesteerd worden. Ja, goed. De heer De Baas vandaag dan in de Koffiepraat. We gaan afronden. We hebben verloren van Honduras met 6-1. Daarna gespeeld tegen Haiti. 3-0. En El Salvador 4-0. Ja, en wat is het positieve dat u eruit haalt? Positieve dat we eruit hebben gehaald. Leren om te gaan met de verlies. En natuurlijk zijn er verbeterpunten. Verbeterpunten, want als je zoveel doelpunten krijgt in 3 wedstrijden, natuurlijk is het een situatie die we hier gewoon zijn. Ja. Weet je, zeg maar in 5 dagen tijd 3 wedstrijden op zo'n niveau. Ja. Dus daar hebben we geleerd om eerst volgende keer wanneer naar zo'n toernooi gaat, het zeker voor een langere tijd gaat moeten nabootsen om ook zo te trainen. Ja. 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 Goed.
We bedanken de heren de baas en we gaan eruit voor wat betreft deze aflevering van de Koffiepraat. Eerder sprak ook met de heer Henk Sako, een jongeman, over studentenbelangen. En we zijn gebleven bij de jeugd. We hebben gesproken met de coach van U17 Nacho, de heer Percy de Baas. En hij is ervan overtuigd. Het komt goed met ons voetbal. En we gaan naar een hoger niveau. Het was een niet denderend geweest bij CONCACAF jeugdkampioenschappen. Maar het komt goed. We gaan eruit. En we zijn er weer maandag aanstaande met een nieuwe Koffiepraat. SRS.